Esther Huisman is schaapsherder. Zij organiseert de midzomerwandeling tijdens de op één na langste dag van het jaar. Eén dag eerder dan normaal, meestal 21 juni, maar nu 20 juni omdat het schrikkeljaar is. En zeker is het bijzonder dat deze mensen er nu zijn, en zeker 's avonds. Want normaal gesproken gaan wij overdag hoeden. Het is echt een hele leuke ervaring en zo dichtbij bij huis eigenlijk. Dus we hadden gelezen dat dat was een stiltewandeling. Dat is het dan niet helemaal geworden, maar wel een mooie midzomernacht met een hele mooie ondergaande zon. Nou, het is een hele leuke ervaring. Zo in de avond met die schaapjes. Echt heel bijzonder. De schaapsherder organiseert dit omdat ze de mensen wil laten zien hoe belangrijk de natuur is voor de wereld. Ja, zuinig zijn op de natuur, je afval meenemen. Maar ik denk ook bij de jongeren, van kijk eens hoe mooi het hier is. Als hier mensen aan het vissen zijn en ze laten afval achter, spreek ik ze er ook op aan. En ja, tuurlijk wordt er dan gezegd, geen moeite, doen we. Ook als we educatielessen geven en de jeugd wil weten waar ik ben, dan komen ze uit de wijk en dan komen ze op de fiets, komen ze mij zoeken en ze lopen een stukje mee. Dus de bewustwording al bij de jeugd, zodat ze later... dat dit stukje natuur er nog steeds is en dat het niet volgebouwd wordt of wordt verwaarloosd. Ja, het landschap is hier natuurlijk fantastisch, dicht bij de stad. Dus ja, dat moet ze gewoon behouden. Dat hebben we al 50 jaar hier, dus gewoon lekker laten zitten. Ja, dat is mijn achtertuin, dan zou ik dat moeten missen. Als waaier, ja. Dus dat heb je toch nodig. Dan zitten we daar ook tegen Delft aangebouwd. We zijn allemaal tegen elkaar aangebouwd. Hoe werkt dat nou, dat schaaphoeden? Ja, dan heb je een hele goede hond nodig. Een werkhond. En die ga je trainen. En die moet de commando's kennen. En soms is ook als eigenwijs. En een hond die een beetje zelfstandig kan werken. Maar ik doe het ook samen met de hond. Dus als hij lastig vindt om de schapen uit de netten te krijgen, dan ga ik de hond ook helpen. Want het is wel mijn maatje en we doen het samen. Ja, het is een heel mooi natuurgebied natuurlijk. Ik wandel hier elke dag. Ja, dus het is echt leuk om met die schaapzijde mee te lopen. Ja, je bent in de natuur, je ziet die schapen in de weide, de hond loopt eromheen, je ziet de schaapzijde lopen. Ja, het is gewoon alles bij elkaar. Hele fijne, leuke ervaring. Dus als we aan het eind van deze dag straks weer thuis zijn, wat hoop je dan dat de mensen in ieder geval hebben onthouden? Ja, dat het hier echt, echt heel mooi is en een bijzonder plekje tussen Schiedam en Vlaardingen en Rotterdam. En dat dit al gewoon mag blijven en liefst uitbreiden. En dat de schapen ook meer ruimte krijgen om te grazen. Ja, want eigenlijk wordt er steeds meer gebied van ons afgesnoept. Maar de schapen doen heel goed werk en we werken samen met de boeren, met Staatsbosbeheer, met de Rijkswaterstaat. En de schapen moeten goed hun werk kunnen doen en hebben er ook ruimte voor nodig.